Israëlse economie is in het tweede kwartaal van dit jaar gegroeid met 1% ten opzichte van het eerste kwartaal van 2024. Maakte het CBS een minuutje of 3,5 geleden. Peter Hein van Mulligen is bij ons, hoofdeconom van het CBS. Goedemorgen, meneer Van Mulligen. Goedemorgen. Ja, nou, dat is best mooi, want 3 maanden hiervoor, het eerste kwartaal, nog een krimp van 0,5%. We kwamen uit een krimpsituatie. We zijn een beetje aan het klimmen. Waar hebben we dat aan te danken? Ja, het tweede kwartaal komt aan dat gekwakkel vooralsnog in ieder geval een eind. Hè. Ja. Het blijft natuurlijk maar 1 kwartaal. Eigenlijk is het een beetje het spiegelbeeld van het eerste kwartaal. Want toen zagen we dat met name de industrie en daarmee samenhangend de export verantwoordelijk was voor die krimp. En nu zijn ze in plaats van de pretbedervers de gangmakers op het feest van de Nederlandse economie. Ja. Want vooral die export van Nederlandse industriële producten, die zorgde voor die economische groei. Ja, toch aan de andere kant zie ik dat de consumptie van de huishoudens is afgenomen. Het is ons allemaal een beetje te duur aan het worden. Of ons consumentenvertrouwen begint weer terug te lopen. Nou ja, daar was inderdaad een minnetje. Want ja, het was niet alleen de export die zorgde voor groei. Ook de investeringen en de consumptie van de overheid deden dat goed. Maar de consument die liet het wat afweten. De consumptie die kromp juist met 1%. Nou, deels lijkt het ook wel samen te hangen met bijvoorbeeld het slechte weer. Want het heeft heel veel geregend het voorjaar. En dat zien we ook terug bij de horeca. Die heeft een slecht kwartaal achter de rug. Maar ook aan andere zaken gaven consumenten wel minder uit. Ja, waarschijnlijk speelt toch nog mee dat er bij heel veel Nederlanders toch nog wel wat chagrijn zit van de hoge inflatie van de afgelopen jaren. Het prijsniveau is nog steeds hoog. Mm-hmm. Inflatie zakte, maar de afgelopen maanden is het toch weer boven de 3% uitgekomen. Dat mensen daardoor toch wat voorzichtig zijn met het doen van grote aanschaffen. We zien het ook terug bij het consumentenvertrouwen. Ja. Dat had langzaam de opgaande lijn gevonden, maar de afgelopen maanden toch weer wat minder. Ja, aan het geld ligt het niet, want de lonen zitten in de lift. Dus het inkomen is er wel, maar het sentiment voor de consument, dat moet er nog steeds bovenop komen. Nog weinig fiducie. Zien we het in anders? Ja, of we zien ook trouwens, dat vind ik ook wel interessant, de consumptie, de uitgavenpatroon van de overheid. Hè, dat gaat ook goed. De overheid investeert mee. Ja, de consumptie van de overheid die groeide ook sterk. Ja. Dus dat heeft ook duidelijk bijgedragen aan de economische groei. Uiteindelijk is de overheid natuurlijk geen bron van groei. Nee. Dat is de echte spullen die worden gemaakt in de marktsector. Het is geen planeconomie hier. Maar goed, draagt er natuurlijk wel aan bij. Dat zat hem vooral in uitgaven aan bijvoorbeeld de zorg. Het openbaar bestuur, ambtenaren moet je dan aan denken. En ook wel in de opvang van vluchtelingen. Ja. Duidelijk, dank voor je toelichting. Peter Hein van Mulligen, hoofdeconom bij het CBS. We praten meteen door met onze huiseconom Han de Jong. Han, goedemorgen. Hi Bas. Ja, nou, je had het al voorspeld. Een groei, 1% in het tweede kwartaal. Dat is best een mooie meevaller, hè? Ja, dat is best een hoog cijfer. Hè? Nou. Want toen ik vanochtend zei, ik verwacht een beperkte groei, dacht ik meer aan 0,1 of 0,2 of zoiets. Precies, niet maar, 1. Maar 1,0. Nou ja, weet je kunt je voorstellen, als je dat 4 kwartalen achter elkaar volhoudt, dan zou je economie met 4% of eigenlijk zelfs ietsjes meer groeien. Nou ja, dat zijn natuurlijk geen cijfers waar we in ons land aan gewend zijn. En dat is ook zeker niet houdbaar natuurlijk. Maar dit is toch een enorme meevaller. Ja, mooi. Maar als we even drill down, hè, wat ik net met Van Mulligen ook deed. Ja. Als jij kijkt naar al die verschillende dingen, dan denk je nou exportcijfer, mooi, keurig netjes toegenomen. Consumptieoverheid, mooi, netjes toegenomen. Maar die huishoudens, die particuliere consumptie, daar is wat bij aan de hand, hè? Ja, nou ja, dat klopt, hè. Nou, eventjes die zaken die je noemt, hè, export. Eigenlijk, we hadden tot nu toe ook maandcijfers over de export, maar dat ging maar tot en met mei. En ik dacht van, nou, dat ziet er helemaal niet zo geweldig uit. Nou, kennelijk in juni toch een stuk verbeterd. En daar zit ik al een hele poos op te wachten, omdat we in de wereld zien dat de wereldhandel wat verbetert, maar daar profiteerden wij tot voor recent nog eigenlijk helemaal niet van. Maar kennelijk nu toch wel, dus dat is positief. En die overheidsconsumptie, ja, dat zei Peter Hein ook al natuurlijk, ja, dat is niet echt een bron van groei. Natuurlijk zijn dat bestedingen, hè, maar ja, dat is niet waar het echte geld wordt verdiend. En dan die particuliere consumptie, daar zit ik eigenlijk ook al een poosje op te wachten. Omdat we natuurlijk weten dat op het ogenblik de koopkracht verbetert. Omdat de loonstijging hoger is dan de inflatie. En dan zou je verwachten dat die consument toch ook wat meer uitgeeft. Dat valt dus toch eigenlijk tegen in het,
in het tweede kwartaal. En Peter Heijn zei al, ja, dat heeft met het weer te maken, de horeca. Mm-hmm. Ja. Dat wordt ook genoemd in het persbericht van het CBS. Wat ze ook noemen is de consumptie van energie. Nou, de consumptie van energie, of het verbruik van energie, dat is eigenlijk niet echt. Ja, dat hangt niet af van beslissingen die consumenten echt actief nemen, maar dat hangt vaak ook samen met het weer. Mm-hmm. Als het in de winter, als er een beetje milde winter is, dan wordt er minder energie geconsumeerd. Ja. En dat drukt dan het consumptiecijfer. Maar eigenlijk is dat natuurlijk goed nieuws, want dat betekent dat mensen geld overhouden voor andere dingen. Waarom dat nou in het tweede kwartaal het verbruik van energie is teruggevallen, dat kan ik niet helemaal overzien. Maar het ligt misschien ook aan het weer. Dus dat is misschien ook een verzachtende omstandigheid. En, ja. En betekent misschien toch ook dat die consument, ja, laat ik zeggen, zijn kruid heeft droog gehouden. Dus dat hij misschien in de tweede helft van het jaar toch wat meer wat de gedaan mee gaat trekken. Ja, precies. Ja. Precies. Een beetje het sentiment moet ik een beetje keren. En dat zei Peter Heijn ook. Die zei, ja, weet je, het is ook een beetje het verhaal. We hebben krimp gezien de afgelopen tijd. Het was een beetje kwakkelen. Ja. Nu 1% groei. Wat gaan we de komende kwartalen voor verwachten? Want we zitten nu al bijna aan het eind van het derde kwartaal. Ja. Nou, dat is een beetje overdreven, maar toch. Ja, nou ja, we zijn op de helft van het derde kwartaal. Precies, ja. Ja, precies. Maar jij kijkt vooruit. En ik kijk vooruit, ja. Natuurlijk. Ja, precies. wat kunnen we verwachten? Nou ja, het is niet te verwachten dat we zulke groei van 1% kwartaal op kwartaal, dat gaan we zeker niet volhouden. Nee. Maar met die 1%, dat duwt eigenlijk wel de projectie voor je jaarcijfer wat omhoog. Dus dat ziet er toch eigenlijk opeens voor het jaar als geheel toch wel wat positiever uit. En ja, wat ik net zei, als die consument die heeft zijn kruid droog gehouden. Nou, misschien blijft hij daarmee doorgaan. Maar er is in ieder geval potentie voor een wat sterkere groei van de particuliere consumptie. Dus dat is positief. En de groei van de wereldhandel, ja, die zet gewoon wel in bescheiden tempo, maar dat zet wel door. Nou, nu wij daar kennelijk opeens toch ook van weten te profiteren, ziet dat er natuurlijk ook goed uit. Ook bij de investeringen in vaste activa door bedrijven, daar is in het tweede kwartaal, daar heeft zich dat ook positief ontwikkeld. Dus het ziet er toch eigenlijk wel wat beter uit dan ik in ieder geval een aantal weken geleden nog dacht. Dus kijk. Ja, ik zou zeggen, het is toch een redelijk positief beeld wat hieruit komt. En fijn, en dat willen we dan altijd lekker positief sluiten. Dankjewel, Han de Jong, BNR's huiseconoom.